en wat ik eigenlijk ook gelijk kan vertellen, is ik heb een deur die echt helemaal eigenlijk lek is. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pot, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker. Zo lekker net op de telefoon, lekker wat kijken op de media. Dat vind ik altijd leuk. Ik ga even lekker douchen. Dus ik ga eruit. En Ganja wil denk ik eten. En dan gaat hij het dadelijk krijgen. Dus ik ga even lekker klaarmaken om lekker te douchen. Ik heb er lekker zin om te douchen. En lekker wakker te worden. En dan dadelijk voetbal kijken. Sowieso weer voetbalwedstrijden. Dus gaan we dat sowieso doen. Zo. Dus op deze manier ga ik altijd, doe ik altijd. En dan ga ik nu lekker douchen. Dus laten we even douchen aanzetten. En even voorbereiden voor het douchen. Let's go. En toen ben ik klaar met douchen. Maar die Ganja zit te mouwen. Want die wil eten natuurlijk, dat snap ik. Maar ik ga natuurlijk ook even omkleden. En dan voetbal aanzetten. Dus dat kan ik alvast doen. Voetbal aanzetten. Even kijken, waar is het allemaal? Nee. Ik moet een beetje helemaal wakker worden. Oh. De lekkerste is al dat ik al zeg vaak in mijn vlog. Om lekker koffie te drinken, is lekker om wakker te worden. Dus dan ga ik nu even lekker aankleden. Dus laten we dat even doen. Het is natuurlijk, ik ben aangekleed. Het is natuurlijk donker. En ik ga even een rolgordijn open gooien, want het is een beetje donker hier. Wat een heerlijke prachtige weer hier zo. Ongelooflijk. Voor mensen die trouwens nog niet weten, dat is natuurlijk ook, misschien hebben jullie wel over gehoord. Zoals jullie op de media gezien hebben, dat onze prinses Marlijn Wederburg zwanger is. Dat klopt. En dat was ongelooflijk leuk om te horen. En ik ga nu maar even lekker bakje zetten. En ik doe meestal de laatste tijd hierin. Want dan kan ik ze sparen. Want dan kan ik het nog een soort van niet gooien. Dan gaat een hele prullenbak onder zitten. Dus vandaar dat ik daarin doe. Zo. En dan ga ik lekker een bakje koffie drinken. En dan kan je eten geven. En even Eredivisie voetbal aanzetten. Straight on the plane, we're flying to the mountain, all across the ocean, and there we go again. Walking in the streets, lost in new places, a million new faces, diving deeper in the world, riding on the road. Zo, daar is mijn bakje dan. Ga ik lekker van genieten. En daar even voor kijken wat ik al net al zei. En net heb ik Ganja eten gegeven, die zit nu lekker te smellen. Hé Ganja? Ja, die hoorde mij door de groepen. Zo. Oh, even lekker bakje drinken. Bakje koffie. En lekker wakker worden. Ik weet niet of jullie dat hebben gehoord, maar de wedstrijd van VVV, Ajax gaat helemaal vijbel. Dat er een record is gehouden van de wedstrijd. En ik denk wel, als ik eerlijk moet zijn, mijn mening, nu is het al een beetje klaar. Nu weten we het. Ajax is met 13-0 geworden. Klaar. Moet niet te overdrijven. Oh, dat is nu al, zoals af en toe al media algemeen. Dat het door blijft gaan. Soms, maar soms ook nog niet. Ik ga trouwens alvast voorbereiden van Feyenoord. RKC Feyenoord. En ik heb even vestje aangetrokken, want ik kreeg een beetje koud. En wat ik nu ga doen is even lekker muziekje voorbereiden voor Feyenoord. De beste club van Nederland, dat is Feyenoord, ja Feyenoord. Ze gaan nu weer naar de hand. Ik heb er zoveel zin in om naar te kijken, Feyenoord. En ik ben benieuwd wat ze gaan doen vandaag. Gaan we winnen? Gaan we dit keer niet gelijk spelen? We gaan het zien. Wat we gaan doen vandaag. Wij gaan winnen, alleen met hoeveel is de vraag. We zullen ze laten beven. Ja, dat kan je, ja, voor mensen die het niet kunnen weten. Fijne fans die weten, dek zo uit het hoofd.
Dus ik ga even klaarmaken. Feyenoord tegen RKC Feyenoord. En ik ben benieuwd wat er gaat worden. Ik ben ook bewinst, maar we gaan het zien. Ik zit nu al Fortuna Groningen te kijken. Het is 0-2 voor Groningen. En ik ga nu maar even lekker de muziek luisteren. Feyenoord. Om even lekker warm te maken. Nou, de eerste wedstrijd heb ik nog gekeken. En ik zit nu de tweede wedstrijd te kijken. Vitesse, PSV. 1-0 voor Vitesse. Oké, misschien voor de mensen niet interessant. Maar voor mij wel. Want ik hou van voetbal. Ik vind dat zo ongelooflijk om naar te kijken. En dit is al de tweede keer voor mij, al de derde keer. Omdat ik naar het koffieapparaat ga. Maar omdat ik voor de derde keer koffie ga zetten. Dat is het. Dat is de punt. En voor mensen die vragen van hoe was de interview van gisteren. Nou, het was een ongelooflijk super tof interview. Ik kreeg vragen binnen van... ik heb gewoon een gesprek gehad via Skype. En... wat ik ervan vind om wat eigenlijk lichtverstandelijke beperking inhoudt. En dat is een soort. Daar heb ik mijn verhaal erover gedaan. Van en over misbruik. Of ik mijn eigen keuze kan maken. Dat kan ik zeker. Maar waarschijnlijk dat sommige mensen met beperking geen keuze kan maken. Dat ze hulp bij nodig hebben. En dat kan ik ook begrijpen. Bij iedereen verschillend. En ik ga nu even een verhaal vertellen. Ik zat de vlog van Don pas geleden nog te kijken. Dat dit bakje zelf schoon moet maken. En ik zat een keer toen helemaal te kijken hoe dat eruit moest. Want kijk maar, je kan niet eruit. Maar er zit hier zo'n knopje. Als ik die indruk. Als het lukt. Ja, kijk. Kan ik helemaal eruit krijgen. Hoppakee. En doe ik dan weer zo in. Dus ik heb pas geleden dat dan ook eruit gehaald. En helemaal schoongemaakt. En al. Met deze hygiëne doekjes. Dus ja. Oh, dat was even fijn. Maar ik wist helemaal totaal niet dat het op die manier moest. Dus ik moest er helemaal... dat je dat ook schoon moet maken. Want als je dat niet zou doen... Oh, bijna kans voor Vitesse weer. Vitesse is best wel sterk. Maar dat is natuurlijk... ik wist het totaal niet, maar er werd gezegd... De moeder van Don zei toen... Dat het wel heel goed voor je wasmachine is als je het gaat schoonmaken. Ik wist het totaal niet. Dus ik dacht, oké. Dus ik ben op die manier eigenlijk achtergekomen. Waar ik er best wel blij mee ben. Want dat vind ik best wel belangrijk. Als... is goed schoongemaakt moet worden dat het gebeurt. En dus vandaar. Dat heet... verbrand mijn handen. Lekker dan. En dat is voor me wel belangrijk. En wat ik eigenlijk ook... wat ik ook al gezegd. Ik moet eigenlijk dadelijk even scheren. Maar ik doe vanavond wel. Want het is nu... precies 3:00. En ik ga vanavond even scheren. Dit. Dus laten we dat vanavond sowieso even doen. En En nu maar even de voetbal kijken maar. De wedstrijden. Ik vind dat altijd leuk om te kijken. Ik weet niet wat jullie het meeste doen, maar ik kijk altijd het meeste voetbal. Wat ook lekker is, iets lekker slofjes aan. Oh, ook wel lekker. En met mijn fijne tenue. En misschien dan jullie al vragen van de vlog van gisteren. Waarom heb je niet andere kleren aan gisteren? Ik had even zin om andere kleren aan te trekken. Dat was het. Dus. Ja. Dat En dan ga ik lekker weer even voetbal kijken. Ik heb er wel even zin in. Ik ben benieuwd wie er gaat winnen. Het zou heel bijzonder zijn als Vitesse gaat winnen. Ik heb vermoeden dat het nu aan het regenen is. Want ik hoor een raar geluid buiten. Ik ga even kijken. Ja hoor. Gadverdamme. Bagger weer. Nederland. En het is donker gewoon. Letterlijk bakken naar beneden die in het pal is. Hier in Wallenstein. Ongelooflijk vies weer. Blij dat ik hier lekker droog zit, hier binnen. Dus, en kan jij zitten mouwen? Nou ja, kom eens hier. Ja, wat is er nou? Hé. Hey. Is er helemaal nergens voor nodig, jongen? Is er helemaal nergens voor nodig? Maar wat ik ook even ga doen, is tussendoor wel lekker voetbal kijken. Dat was helemaal vergeten om deze even op te ruimen.
En ik heb helemaal niks in de was, dus dan ga ik maar even dat snel doen. Dit even opruimen en dan gaan we dat even snel doen. Dus wacht even, de camera een beetje draaien. Zo, oh echt bagger weer buiten. Niet normaal. Dus gaan we even snel opruimen dit. Maar voor we dat doen, even snel liggen. Zo, dat is allemaal gedaan. Even lekker allemaal opgevouwen. En dan ga ik de spullen weer gewoon op zijn plekje leggen. En dan verder voetbal kijken. Nu is gelukkig Ganja gestopt met mouwen in ieder geval. Dus daar ben ik blij mee. Want echt de hele tijd gemouw van hem. Daar word ik een beetje moe van. Ja Ganja, je hoort het. Oké, maar als je het helemaal niet tegen kan, dan moet je gewoon geen duisdieren nemen. Vind ik. Maar af en toe is het gewoon irritant, gewoon irritatie een beetje. Maar dat heb je al gewoon altijd. Dat heb je al. Dat hou je gewoon altijd. Maar ja, even snel even wasje even opruimen. Iets is sterker dan dat ene woord. Bij je nog. Mijn pijn nog. We zijn voor niemand bang. Overal. Show, de wedstrijd RKC Feyenoord is begonnen. Ik was even lekker muziekje luisteren om even lekker in te komen in de sfeer. Ja, als je niet in het stadion kan doen, doe je het lekker thuis natuurlijk. En ik was eigenlijk bezig om die dekbed goed te doen. Maar onder die bank hangt steekt een beetje een wieltje uit van een koffer. En ik stoot hem er meteen aan en ik heb ongelooflijk zeer. Ik bijt om hem nou, want ik dacht. Zeker echt gewoon zo. Van een pijn gewoon. Maar ja, en deze zit eentje hier te mouwen. Kom maar. Ja, wat is er nou, jongen? Ja, maar ja, ik ben even lekker RKC fijn aan het kijken. Ze hebben al een kans gehad, ik ben benieuwd wat ze gaan doen. We gaan winnen vandaag, dus alleen hoeveel is de vraag. Dus, maar ik ga lekker genoeg van genieten. En stand bij jou via mijn telefoon, zo appje ervan. Wat ik al gisteren ook al had gemeld. Dus. Feyenoord! RKC Feyenoord is rust. En wat ik eigenlijk ook gelijk kan vertellen, is. Ik heb een deur die echt helemaal. Eigenlijk lek is. En als ik dit doe, letterlijk dit. Hier zo, kijk dan, allemaal water komt eruit. Het is gewoon slecht voor mijn deur. En hier allemaal helemaal kapot. Dus ik vind het zonde. En aan de andere kant ook nog. En heb ik aan de begeleiders doorgegeven. Of ze de kunnen laten maken, de deur. Maar door deze situatie kan het niet gemaakt worden. Want het duurt te lang. Ik denk van, hoe dan? Hoe kan dat? Maar ja. Ik vind het echt een beetje alleen voor noodsituatie. Maar eigenlijk, als ik mijn mening, vind ik dit best wel noodsituatie. Laat even weten in de reactie of jullie dat ook vinden. Of dit noodzakelijk moet gerepareerd worden. Ik vind van wel in ieder geval. En ik ga dadelijk lekker even lekker patat eten. Dus even deze dadelijk even naar voren zetten. Oh, daar heb ik het trouwens helemaal niet over gehad. Ik heb sinds kort ook airfryer gekocht. Ik ben er super blij mee. Doet het lekker heel goed. En ik heb nog meer dingen gehaald volgens mij, of alleen was het alleen dat het. Ja, voor mij alleen airfryer heb ik gehaald, skeer. Maar ja, dat ik even klaar maak de tweede helft. Over een kwartiertje of zo, of ik ga naar de wedstrijd even eten. In ieder geval nu nog niet, maar het was wel airfryer naar voren zetten. Dat ik hem makkelijk kan pakken. Of ik laat zo staan, in ieder geval, ik denk dat ik wel in ieder geval doe. En dan ga ik lekker sowieso de wedstrijd afkijken en dan lekker eten. Ik heb er nu al trek in. En 8 uur laatste wedstrijd van de Eredivisie. Maar ja, ik heb net een bezoek snel gehad. Onverwachts. Maar ja, een beetje klein beetje gekletst over alles nog wat. Niet heel veel bijzonders. Maar maakt niet uit. Ik ga nu maar lekker dadelijk tweede helft kijken. En gelukkig is het nou opgeknapt het weer. In ieder geval. Dan ben ik wel in ieder geval dat het
is dat al voorbij. Maar dat komt vooral door die lekkage, door regen meer dan, ja. Dus. Maar ik ga denk ik even ook, wat ik ook ga doen is even neusstokjes even aanzetten. Ook wel even lekker. Wat een dramatische wedstrijd was dit. En ik ben al bezig met patatten maken. Lekker in de airfryer. En ja, het staat dan hier zo. Hij is nu al wel bezig. Hij is wel warm, ja. En dan heb je hier voor patat. Kan ik het ook doen. Dan leg ik zo op. Dat op mijn bord zo. En dan ja, misschien lukt het even laten zien. Ja. Dus dat gaan we dadelijk even doen. Meer is nog wachten. Want hij heeft nog 10 minuutjes erin. En dan is het klaar. En ja, ik vond het fijn dat het om te gaan. En gelijk kreeg ik een appje van mijn collega. Want ik en mijn collega zitten vaak zo altijd elkaar irriteren om voetbal. En dat vind ik ongelukkig grappig. Maar ja, dus dat. Wat ik ook nu dadelijk ga doen is even klaar wachten op eten. En dadelijk eerst even andere wedstrijd kijken. ADO AZ. Ga ik even lekker kijken. En dan even ga ik wat anders doen. Maar dat gaan jullie nog wel zien. Dus. En ook maar wachten op eten en even ook even lekker in YouTube kijken. De patat is klaar, hoorde ik. Ik heb een paar dingen te doen, kijk. Zo, gaan we die naar buiten halen. Oh, ziet dat er goed uit. Doe ik altijd even zo'n schudden. Zo, wat ik ook nog heb, dus lekker bitterballen en... En doe ik even lekker zout op. Even kijken waar de zout staat. Moet ik even zoeken natuurlijk. Ah, daar, zout. Doe ik even lekker erop. Dan zit een paar ideeën. Zo. Klein beetje nog. Hoppakee. En dan wordt het lekker goede patat. Nou, dat is vanille sowieso al. Dus leg het lekker erop. Hoppakee. Zout kan weg. Want ik heb geen patat meer. Dat was het laatste beetje die ik nog heb. Dan doe ik lekker mayo en curry erbij. En dan zeg ik even smakelijk. Zo, dat is ook weer gebeurd. Even lekker geschoren te hebben. En dadelijk even die haren weggooien. Zo, even handen even droog gemaakt. En dan ga ik lekker even op gemak. Lekker relaxen achter de computer. Ik heb even shirt naar beneden gedaan. Want het gaat helemaal onder zitten. Daar had ik geen zin in. Oh, dit is dat lekker even lekker zeg. Geschoren te hebben. Dat fris je wel een beetje je lichaam eigenlijk op. Maar... Ik kan niet altijd goed scheren, ik heb altijd wel plekjes dat een beetje nog haren blijft zitten. Maar ja, beter dan ik helemaal niet doe dat ik een beetje nog zit. Dus, meestal is het wel weg. Dus dat is wel lekkerste wat er is. Nu even lekker water drinken en lekker achter de computer relaxen. Dat was wel even lekker, scheren. Ik was vergeten te zeggen is eigenlijk... Er is een YouTuber ook vermist. Ik dacht, weet je, ik ga er ook over hebben. Er is een YouTuber gemist uit België. Heet Kars. Kars. Ik ga even opzoeken voor de zekerheid, want ik wil het even wel goed zeggen te hebben. Ik heb hem op mijn Facebook en Instagram neergezet. Voor mensen die hem niet meer volgen. Het is mijn Instagram. Hij heet... Karper. Kasper. Kasper uit België. Is tenminste een hele grote YouTuber. Want ik zag bij Nicolas, de Belgische YouTuber uit Nicolas, zag ik voorbij komen. En ik dacht, weet je, ik wil even ondersteuning voorbij gaan. En ik zag niet bij Kaartleverende voorbij komen, maar ik zag het ook bij King Alert voorbij komen. Ik dacht eigenlijk wel dat King Alert gestopt was, maar blijkbaar is hij weer opnieuw begonnen. Dus, en ik ga nu maar even lekker YouTube kijken, net even lekker radio aangezet. Maar heel bizar. Waar die gebleven is. Ik heb hem op Instagram gezet. Dus
ik hoop dat hij snel mogelijk terecht is. Lijkt me een super beter plan. Maar wat ik echt wel ook vol verbaal is door deze deur, die echt letterlijk kapot is. En ik heb binnenkort een leuk nieuws. Maar de datum is nog niet gepland. Maar er komt heel wat leuks aan binnenkort. En ik kan het nog niet zeggen. En dat gaan jullie nog wel een keer zien en horen. Waarschijnlijk dat het volgend jaar wordt. Wat gaat gebeuren, wat we van plan zijn. Maar er komt iets leuks aan. Het enige wat ik kan zeggen is... Dan ga ik je juist verraden. Dus dat kan ik beter maar niet over hebben. Maar er komt wat leuks aan volgend jaar. Want het heeft wel heel veel mee te maken met corona geval. Dus dan wachten we gewoon even tot een beetje daarmee rustig mee is. Maar om eerlijk te zeggen, mijn mening nu, was ik soort van bangig begin. Maar ik ben heel veel aan het kijken naar cijfers. Ik ben nu een beetje helemaal aan het verdiepen. Is dit allemaal nog nodig? Mijn mening totaal niet. Als ik kijk onder Amerika, die gaat onder... Amerika, ik zeg het goed. Die gaat al normaal leven nu draaien. En het enige land die zwaarst is, die zwaar ingepakt is, is eigenlijk Nederland. Vind ik. Het enige die niet zijn of zwaar, niet echt noodzakelijk is, is wat niet echt heftig is, is Duitsland en andere landen. Als Nederland zijn er zo'n zwaar. Ja, er wordt niks heel veel mogen, laten we zo zeggen. Dus. Maar ja, ik ben wel benieuwd wat voor jullie vinden. Zijn jullie tegen corona of zijn jullie achter corona? En dat is iedereen op verschillende manier. En er zit eentje helemaal te wapperen. Maar ja, laten we één ding en dan een reactie achter. Ik ben wel benieuwd wat jullie over denken. Mijn mening is... Ik heb een beetje twijfelgeval. Laten we op die manier zeggen. Ik ben niet tegen of ik ben niet voor. Ik wil er ook mee zeggen, ik sta neutraal. Maar ik heb wel een beetje raar gedachten over. Laten we het zo zeggen. Ik heb een beetje... Er speelt iets. Zo voelt het eigenlijk. Maar ja, iedereen heeft wel een mening. En als jij in corona gelooft, accepteer ik dat. Geloof jij niet in, accepteer ik het ook. Maar dan moeten wel mensen elkaar in de waarde houden. Waar je in gelooft. Iedereen heeft zijn andere mening erover. En we moeten gewoon met z'n allen accepteren. Maar als ik kijk op straat. Dat gebeurt eigenlijk niet. Dus als iemand tegen corona is. Dan komt gelijk heftig woorden uit. Of iemand is tegen corona. Laten we zo zeggen. Iemand is tegen corona. Dan krijgt hij geen respect meer. Omdat hij dat vindt. Dus dan. Dat. Vind ik wel jammer dat het nu gebeurd is. Er was er al haat in de wereld, maar het lijkt nu door dit situatie dat de haat meer heftiger wordt. Vind ik. Toen valt het op. En ook naar oude mensen die eenzaam zijn, is ook triest voor worden. Dus wat ik enige wat niet hoop, is dat de lockdown komt. Ja? Want als ik wil kijken naar de ouderen en dan vind ik gewoon heftig. Nergens, en dat gun ik ze gewoon niet. Er zit even op benen te tikken, wat is hier nou? Hey, wil je wat zeggen tegen de kijkers of zo? Hey. Wil jij even aandacht? En ik ben ook benieuwd, hebben jullie mij gemist? Ja of nee, laat het weten in de reactie. Want ik heb vloggen wel gemist, dat moet ik heel direct toegeven. En ik zie ook een camera. Ik zie af en toe een beetje naar mijn beeld te kijken. Maar ik zie dat de camera leeg is. Terwijl ik gisteren op heb. Gisteren volle batterijen heb gedaan. Is die nu helemaal bijna weer leeg. Oh, er zit eentje. Dit doet hij zo vaak, hè. Zo mooi om te zien. Die vind je lekker volgens mij, dit. Bij zijn oor.
Dat vind ik altijd denk ik wel lekker, hè? Niet uit. Maar laten we weten in de reactie wat jullie ervan vinden. Al deze toestand. Ik zit nu toevallig even te editen, maar... tussendoor ga ik ook hier lekker vlog bij afsluiten. Ik ga klaarmaken om naar bed te gaan. Ga ik alleen even die video doen en lekker mijn bed in. Want het is nu al 12 uur geweest en lekker mijn nest in. En ik moet eigenlijk klaar zijn nu even voorbereiden om naar bed te gaan. Want volgende week, voor mij, aanstaande maandag, ik doe gewoon aan dit. Zo. Kijk, hij doet het. Dus moet ik helemaal voorbereiden om vroeg wakker te worden. Maar het lekkerste is dat ik dan de hele middag niks te doen heb. Dan heb ik helemaal de hele middag voor mezelf. Dat is heerlijk. Ik kijk er nu al uit. En ik ga nu lekker even snel edit afmaken. Dan lekker een beetje. Dus wat ik tegen jullie wil zeggen is, samen met Ganja is super tof dat jullie gekeken hebben naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso een blij duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Stop zot. En als je je meteen abonneert, en zeg ik alvast veel kijkers in gewoon een heel vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Ik had het met mijn glijs al over gehad. Maar ik weet niet hoe mijn ouder, ik heb het niet over gehad, maar mijn moeder over gehad. Maar dat is een tafel laten zetten van net even. Ik weet niet, we zitten daar zo aan het twijfelen. Best zeggen, denk er goed over na. Dadelijk krijg je spijt van. Ik vind het leuk, hoor.